Was Outsiders van de Alliantie met Rick. Welkom bij een aflevering van Sasuke Vallen. Vorige aflevering is de Jarl overleden. Hemminger Jarl. En nu gaan we verder. Dus we gaan kijken of we de missies gewoon lekker voort kunnen zetten. Ik heb ondertussen Snotkum Shire voor de volledigheid geklept. Oh, ik heb vandaag getennist. Last van mijn nek, jongen. God, voor altijd. Laten we maar gewoon lekker doorgaan. Woep. Ik voel me al beter dan de afgelopen afleveringen. Nog steeds niet helemaal goed, maar wel beter. Gunnar's craft. And here, from the Raven Clan. An impressive shield. It is good. But it needs a touch of grandeur. Something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemsop. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear? Did he not wield it at Ulkerthorpe? He lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. Okay, top. This is an exile. Dus ik ben een beetje gaar. Een beetje gaar. Gunnar's craft never disappoints. Oep. Maar we pakken gewoon lekker door. Ik zag dus laatst een, vandaag een oude, een foto van een oude klasgenoot van mij. Once upon a time, iemand die ik ook een vriendin zou noemen. En ik dacht toen bij mezelf. Het is al best wel lang geleden sinds ik haar überhaupt heb gezien, ook op een foto of zo. Alleen die was, tenminste, het is zo erg veranderd, is misschien een groot woord, maar wel een aantal dingen veranderd. Ik bedoel, een aantal piercings hier en daar. En toen dacht ik bij mezelf, man, wat zijn we toch veel veranderd. Ik, en dan bedoel ik niet zeg maar, per se, in de zin van als personen. Waarschijnlijk dat ook. Maar ik bedoel meer ook in gewoon fysieke zin. Als ik kijk naar hoe ik eruit zag. Jaren terug. Ten opzichte van nu. Dan is er een hoop veranderd. En dan kan ik met enige eer zeggen dat ik er echt wel beter op vooruit ben gegaan. Ook al zit ik nu nogal slecht in mijn vel, zoals jullie weten. Is er een hele hoop veranderd en voel ik me een stuk twister. Ben ik meer tevreden met wie of hoe ik eruit zie. Mijn probleem zit er meer in het stukje dat ik het idee heb dat kijk, dat is een stukje van onzekerheid. En dat heeft er altijd al een beetje in gezeten. Dus dat is niet per se nieuw. Maar Odin's beard. You are a difficult man to find. Hemminger Jarl is dead. I was told you are a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemminger Jarl. The stones. Hemminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Yeah. Little sack of Cairn stones. Okay. Maar ik zit nu gewoon te struggelen met een stukje. Ik heb het idee dat zeg maar niemand mij liked. Oh. Ik heb het idee, zeg maar, dat is mijn probleem op dit moment. Your heart is not yet steady.
How could it be at such a time? Hemingr Jarl's heart never wavered. Who are you? A friend of Hemingr's? Or a man exiled by his order? It does not matter who I was. I am nameless now. I am no one. You have not yet answered me. Will you help me with my etching? Kijk, het ding is, ik twijfel heel erg over mijn plaats. Mijn plaats in de maatschappij. En mijn gedachtegang. Is this what you desire? Ja. Yes. En ik ben. I will begin. Ik heb een aantal mensen, een aantal vrienden. Een aantal vrienden die mij door mijn problemen heen slepen op dit moment. En daarvoor ben ik ze heel erg dankbaar. Ik heb er vandaag één gesproken. En daar heb ik het ook heel duidelijk tegen gezegd. How did you come to be here? Fate. Alleen. I was given a death sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Hemingr Jarl desired for me to live. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. Ik ben heel erg aan het twijfelen. Ik weet dat een aantal mensen, weet ik, dat zij... dat zij mij mogen en dat zij die... dat zij om mij geven. En bij een aantal mensen ben ik op dit moment heel erg aan het twijfelen. En dat is een hele grote groep mensen. Omdat ik het idee heb dat... zeg maar, als je eenmaal het idee hebt dat je waar, of tenminste, niet veel waard bent. Dan zijn er een aantal mensen waarvan je, of tenminste, denk ik, waarvan je kan aflezen dat je dat niet bent. En de rest, zeg maar, hoe zeg je dat, indecisive. Die care niet. Er zijn een aantal mensen die mij actief benaderen om dingen te gaan doen. En dat zijn ook de mensen waarvan ik weet dat ik, zeg maar, erop aan kan. En er zijn ook een aantal mensen die ik nu al zo lang niet meer heb gesproken. Dat ik me afvraag of ze überhaupt nog wel weten dat ik besta. En als dat mensen zijn die je, zeg maar... eigenlijk nooit spreekt, dan is dat niet zo super erg. Maar als je mensen hebt waarvoor je actief moeite hebt geprobeerd te doen om ze te spreken en die gewoon niet zullen geven. Of mensen die je al heel lang kent, die je al heel lang niet meer hebt gesproken. Dan wekt het bij mij in ieder geval een hele hoop twijfel op. Mijn maten, of een aantal van mijn maten. Ik heb altijd het gevoel dat ik de zwakke schakel ben. Have you a counsel on the matter? A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jotun. Dat ik, zeg maar, de persoon ben die... Ik ben de minst fitte persoon. Ik ben de persoon die het minst makkelijk een vriendin gaat krijgen. Ik ben de persoon die... voor alle negatieve dingen... die we ooit bespreken... staat mijn naam gewoon standaard bovenaan. En... kijk, dan kan, zeg maar... aan de ene kant kan je zeggen van ze zijn eerlijk. En dat is zo.
creatures. Ik zou het niet willen dat ze daarover liegen. Alleen aan de andere kant denk ik bij mezelf van ja, als ik zo'n erg zwakke schakel ben, als zeg maar alle negatieve dingen en alle, ja ik weet niet, dingen die niet boeien, zeg maar bij mij passen, ja. Wat ben ik dan waard voor hun? You have the gift of foresight, Sia. Can you argue what is to come? En daar heb ik onder andere heel veel problemen mee. A great gift. Want het is bijvoorbeeld altijd zo. Als mijn. Als ik altijd in verband word gebracht met. Ja, hij vreet alleen maar. En hij sport niet. En hij. Hij gaat nooit een vriendin krijgen. Ja. Dan. En ook alles wat te maken heeft met. Alles. Tenminste, alles in mij schreeuwt dat ik een nerd ben. En. Ik weet niet, het voelt gewoon heel erg alsof ik zeg maar gezien word als een loser en dat is gewoon heel kut. I do. Between Vili and Trukvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. En normaal gesproken kan ik dat best filteren, want dan weet ik dat het niet zo is. Alleen nu ben ik aan het twijfelen. The sleeping Jotun. Consume the waters and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find. En dat zorgt voor heel veel schaamte. Samen met het feit, zeg maar, dat gewoon het feit dat ik zeg maar het idee heb dat niemand mij serieus neemt. Hier doen. Het feit dat ik voel me onzeker. Ik schaam me heel erg. Ja, dat is gewoon de harde realiteit. Dat is gewoon hoe ik me nu voel. Ik ben, zeg maar, het beste uit te leggen, of om het uit te leggen is, als ik zeg dat ik ook echt het idee heb dat er niemand is. Gewoon die, waarmee ik ooit een zo'n dadige band kan vinden. Zeg maar, gewoon een vriendin of zo. Waarmee ik ooit een band ga krijgen, omdat ik letterlijk niks te bieden heb. Ik ben worthless. Snap je? Dat is zeg maar hoe ik me nu voel. En dat is heel kut. This is the summit. To seek an answer. I should clear my mind and still my heart. En ondertussen ben ik nog steeds YouTube video's aan het opnemen en ik behaal het. Zeg maar, ik doe het voor lol, maar. Ja, dus. Daar zeg ik, ik voel me gewoon op dit moment overal de zwakke schakel. En dat is zeg maar. Hoe het zit. En dat is waarom ik me zo slecht voel. Denk ik. Hemingr Jarl, is het truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's Hall? Will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I am grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored.
could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Heminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We are only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my fate then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. This is not how I remember you. Dus ja, ik hoop, tenminste, ik doe het mede voor een aantal mensen die ik heb verteld dat ik in mijn video over dit onderwerp ga praten, om te laten zien hoe het zit. You left me too soon, Heminger Jarl. Your Shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do. Dus vandaar dat ik waar is die guy? Dat ik dit onderwerp aansnijd. Ik hoop dat jullie dat jullie daar ook een beetje begrip voor tonen. Ik hou er niet van om zeg maar andere mensen op te zadelen met mijn problemen. Dat heb ik vandaag ook al gezegd tegen een maat van me. Alleen het is wel handig om erover te praten voor mijn eigen zeker. Dus ja. You pushed me, Heminger. I never intended this. Have no regrets, Eivor. You have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? Dus dit is een beetje de verdiepende slag die ik wil aanbrengen in mijn waarom ik me zo shit voel. Er is nog meer aan deze puzzel. Aan mijn probleem. Maar dan heb ik ook niet het idee dat ik zeg maar alles moet gaan vertellen. Ik weet niet in hoeverre jullie daarop hoeven te wachten. En ik weet niet of het jullie plek is om zeg maar mij of mijn problemen aan te horen en mij... Of jullie op te zadelen met mijn problemen. Daarnaast kijkt ook niemand deze video's, dus niemand zal ooit weten dat ik het heb verteld. Heel simpel gezegd, ik voel me gewoon heel erg alleen. En ik zou iemand willen zoeken om... zeg maar, wel plezier mee te hebben, maar... wie wilde nou de vriendin zijn van mij? Dat is de harde waarheid.
Dat is in ieder geval hoe ik het nu zie. Did you consult the Volvo? Ik bedoel, ik heb geen carrière. And were your questions answered? Some questions were answered. Others. Ik heb geen interessante persoonlijkheid. Ik heb geen. Ik zie er niet per se goed uit. Do you think there's a place for Willy in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this Shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to leave. He feels duty bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The frames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili. Tryggvi. Each man wears one of Heminga's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Nottinghamshire deserves a leader to admire, a man the people can trust. Most love Vili, and he loves them, but he lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise and loyal to the legacy Heminga Jarl left behind, almost to fault, but he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission. Only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi. And not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Heminga Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Heminga were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? Was your vow to serve Heminga Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. Mooi. Ik wil niet dat je door Tryggvi de leider wordt. Ik wil dat Vili de leider wordt, maar ik hoop niet dat hij doodgaat. Eivor. Sunniva. Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Vili gave chase. Ah, stick. He should have roused me first. Show me where he went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. Okay. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, this sadness, it has truly taken form. Arstig was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not.
not blame yourself, Drinker. He always had me to watch his back. His children, and again now. If this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolfkist as his shadow. There are things we do for family, Suniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of the Raven Clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Here, Eivor. This was where Billy saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to him. Yes. I should be cautious around here. Maar, hopelijk geeft dat wat insight in waarom ik zo shit in mijn vel zit. En ik voel me al wel beter dan de afgelopen dagen. Daarom kan ik ook gewoon op een normale manier over praten. Stop, Billy. They're gone. It is done. Bah. I've seen roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Okay. Quickly. Dus ik, ja. Ik hoop jullie niet echt gestorven te hebben bij verhalen. Waarschijnlijk gaat het ooit goed komen. Alleen daar gaat de tijd doorheen zitten. Voordat dat weer zo is. Ik moet eerst met mezelf eventjes bij elkaar rapen. When we were children, getting into trouble and getting away. Save your honey words for when we get out of here alive, Arstick.
Lord's Thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Kjartve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. And then fell to humping a snowdrift. Were you glad to hear from me? I did wonder what trouble you'd been up to. But I smiled at hearing your name. And I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer. I had sooner take after a troll and leave this clan in your hands. That I will not do. When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. And what about Tryggvi? And me? And your clan? Of course. I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you. And that will not change. Unless you push it all away. You speak a truth. I understand. Troll-faced Arstek. A chicken draugr. Is such a thing possible? For that does not seem possible. Voda, too. A warder infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Vili. This has been good. Fun. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we might have been to each other. No, I never dwell on our past that way. I find it slows me down to crawl, and I'm not made for crawling. I think I'll turn in. Long day ahead. Where are you going? With so much on my mind, I haven't slept a wink. The funeral, the thanes. I should get back. I understand. I'll see you there. Oké, laten we maar gewoon naar de funeral gaan. Ik denk dat we dan namelijk klaar zijn met deze area. Weer een lange aflevering. Maar dat is allemaal fijn. Hoort er ook bij. Een keer een lange aflevering. Ja, ik ben gewoon vaak een lange aflevering, alleen maar lange aflevering. Anders komen we er letterlijk niet doorheen. This will be the send-off Hemingway deserves. All the funeral preparations are in order. Eivor, my father sets forth on his final voyage.
May the winds favor him. The nobles have offered up their funeral gifts. All but you. Present what you have, and the celebration may begin. I have it here. Shield bearing the sign of the Web of Weird. Woven into this shield as you wove your spirit into our lives. May the skulls sing of you as the gods embrace you. Feast, my friend, in the halls of the free and brave. Stand at my side. Speak from your heart, Emina-san. Today we mourn the passing of Heminger Jarl of Snottinghamshire. My father. Our father. He was a towering force. A strength to fear and admire. Now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity. His spirit. In you I see his life. And his love of drink. Gods, did he love drink? We are these things because he was these things. Father, we shall be to our children what you were. To us. And when they are ready, we will meet you again. Op het ene moment heeft de game zoveel moeite om te renderen en te laden, en de andere keer gaat het allemaal soepel. Ik snap er echt gezag van. Dan zeg ik, dit gaat soepel en dan de volgende moment loopt het te haperen. Give him a fine farewell. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the Althing. The next Jarl will soon take his seat. Okay, now we have one mission. Return to Sunniva. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel wat je vindt. En ook de volgende keer weer terugzien bij de aflevering van de Zespiet Valhalla. See ya.